Yo, mijn naam is Tito. Yes. Vandaag spelen we Minecraft in deze mooie huisje. Ja, oké. Let even goed op. Ik heb dus mooie houten huis gemaakt. Aan de onderkant zit de ingang. Ja, aan de onderkant. En dan gaan we een trapje naar boven doen natuurlijk. En ja, dit is een best wel simpel concept huisje. Ik hoop dat je het leuk vindt. Geef alvast de blauwe duimpjes omhoog. Ik zou zeggen, heel veel plezier met bouwen alvast. En natuurlijk geniet van als je hem hebt afgemaakt. En wat hebben we hiervoor nodig? Eikenhouten blokken, eikenhouten planken, sparrenhouten trappetjes, houten valluiken, eikenhouten hekjes, donkere eikenhouten hekjes, blokstenen. En ja, dat was het. Yes. en houten valluiken. Heb ik dat al gezegd? Ja, nee, geen idee. En sparrenhouten platen. Yes. En natuurlijk een deur en raam. Maar ja, dat spreekt voor zich, denk ik. Ja, toch? Mooi. Ik zou zeggen, we gaan aan de slag. Dus here we go. En we beginnen als allereerst met eikenhout. Yes. Dan doen we een rij van 9. Of een paal van 9 eigenlijk. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9. Bam. Oké, dan slaan we er 3 over. 1, 2, 3. Op de vierde doen we nog een rij van 9. Alle palen worden 9 hoog. Slaan we er nog een keer 3 over. En zo. En doen we nog precies hetzelfde. Hoppa. Gaan naar de zijkanten. Doen we 1, 2, 3. Constant 3 overslaan. 1, 2, 3. En zo. 1, 2, 3. En naar boven. Hoppa. Gaan we weer naar de zijkant. 3. 1, 2, 3. En dan gaan we weer terug. Ook weer 3. En je ook weer 3. Hoppa. Zo, dan krijgen we als het goed is nu dit. Als we dit hebben gedaan, dan doen we op 1, 2, 3, 4. Op de vijfde doen we 1 rij. Zo. En aan deze kant doen we dat ook. Hoppa. Nu pakken we de blokstenen. Doen we 1, 2. Een blokstenen trap. Eikenhouten planken. 4. 4. En 1 erboven. En daar doen we het raam in. Zo, dan krijgen we nu maar dit. Dit doen we helemaal rondom het huis. Overal hetzelfde. Dus eerst eikenhout. Blokstenen. En dan de blokstenen trappetjes. Als we dit hebben gedaan, pakken we de eikenhouten planken. En die doen we dan mooi aan de zijkanten. En dan één aan de bovenkant. En nu pakken we de raam en die vullen we de mooie de ramen in.
Zo, als we dit hebben gedaan, gaan we hier aan de binnenkant, geheel een eigen keuze natuurlijk, kun je hem helemaal mooi gaan invullen. Ik gebruik hier de eikenhouten planken voor. Twee en drie. Nice. Oké. Wat we nu gaan doen is de sparrenhouten trap pakken. Doen we aan de onderkant. Doen we overal. Doen we op zijn kop. Trappetjes. Tegen de hoek aan. Zo. Hoppa. Dan krijgen we mooi dit. Nu doen we de eikenhout zo tegenaan. Oké, okay. Wat we nu gaan doen is we pakken de sparren uit de trap. Zetten we zo. Oh. Eikhout gaat er bovenop. En daartussen komt drie eikhouten blokken. En dan hier aan de onderkant doen we nog 1, 2 raampjes. Dan krijg je mooi dit. Of trappetjes. Excuse me, ik zeg raampjes. En zo. Doen we overal hetzelfde. Overal eikenhout. En dan weer overal. Drie op een rij. Mooi invullen. Hebben we dit gedaan, dan weer met de sparrenhouten trap alle hoekjes doen van alle ramen. En zo. Mooi. Dan krijgen we als goed is nu dit. Nu zul je afvragen, waar is de ingang? Klopt. Die gaan we hier aan de onderkant maken. Dus dan maak je een, in de hoek, naar keuze, of misschien wel ergens anders. En dan gaan we met een sparrenhouten trap, of een eikenhouten trappetje, maak gewoon een trap naar beneden. Zo om en om. Hop. 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 En die komt aan deze kant. En die gaat dan daar. Pakken we de eikenhouten planken erbij. Of nee, we doen bloksteen. En dan tot en met de hoogte van de trap. Hier zo. Maak het helemaal dicht. En zo. Daar zo.
En dan komt hier de deur. Maak hem eentje langer, anders kom je niet naar boven. Zo, die gaat daar. Daar en daar. Oh. Nice, oké. Okay. Wat we nu gaan doen is beginnen met het dak, uiteraard. Dan pakken we de sparrenhouten trap. Die zetten we aan deze kant neer. Doen we zo. En dan 1, 2. Deze kant ook. 1, 2. Dan gaan we 1. Komt hier een blok. Nee. Hier komt een blok. Zo. 1. Trap. Dus krijgen we hier een trap. 1. En één trap omhoog, één blok en een trap erbovenop. Dus aan deze kant ook een trap erbovenop, zo. Hoppa. Ja, dan krijgen we nu maar dit. Gaan we nog een trappetje doen. Trapje op zijn kop. En nog één blok. Met erbovenop een trappetje. Eén blok. Met erbovenop een trappetje. En dan gaan we deze met elkaar verbinden. Trappetje. Een trappetje. En die komt dan aan deze kant. Nice. Dan hebben we nu deze vorm. En dan doen we aan de andere kant doen we dan precies hetzelfde. Dus krijgen we een trappetje. Een trappetje. Een blok. Trappetje bovenop. Trappetje. Een trappetje. Trappetje op zijn kop. Een blok. Een trappetje. Trappetje op zijn kop. En nog een trappetje. Hoppa. Nog één keer. Op zijn kop. Normaal. Op zijn kop. Een blok. Trappetje erbovenop. Eén trappetje. Nog een blok. Trappetje erbovenop. En dan is het met elkaar verbinden. Zo. Oké. Wat we nu gaan doen is we pakken de eikhouten trapjes en die vullen gewoon zo helemaal mooi in het dak. En die blokken die kunnen dadelijk zo mooi er tussenin stoppen. Oh. Die komt daar. En die komt hier zo. Aan de andere kant. Deze kant. Hop. Nou. Hey. Waarom? Ah, kijk. Ik zat er net één boven. Zo. En de laatste rij komt hier zo.
Oké, dan pakken we nu eikhouten planken erbij. Nou, die hadden we natuurlijk. Die hebben we hier staan. Hoppa. En dan vullen we dit ook zo mooi in. Oké, als we dit hebben gehad, dan hebben we nu de achterkant. Gaan we een paal helemaal naar boven. Deze kant ook, 1 en 1 naar boven. En dan hier in het midden, hoop, nog 1 naar boven, hop. En deze kant ook. Zo mooi naar boven toe. Hoppa. Dan krijgen we nu maar dit. En aan deze kant doen we dat uiteraard ook weer. En zo, helemaal naar boven. Zijkant, 1 in het midden. Midden en aan de zijkant. Eén, twee, drie. Nice. Nu pakken we de sparrenhouten trap. Die zetten we tegen de zijkanten. 1, 2, 1, 2. Krijg je deze idee. En hier aan de bovenkant doen we dat ook. 1, 2. Zo. Aan de onderkant trappetjes naar elkaar toe gericht. Deze kant ook. 1, 2. Aan de bovenkant op zijn kop. 1 en 2. Oké, dan pakken we de blokstenen erbij. En die vullen we hier helemaal mooi in aan de achterkant. En aan deze kant doen we precies hetzelfde. En dan krijg ik nu maar dit. Zo. Oké, dat was de zijkant van het dak. Dan pakken we de sparrenhouten plaat. En die zetten we nog eentjes erbovenop. Die doen we aan deze kant. Hoppa. Nice. Oké, als we dit nu hebben gehad, dan blijven we bij de sparrenhouten plaat. En zet hier over een rij tussen. En hier ook. Wat we nu doen is we pakken een eikenhout hekje. Een eikenhout hekje. En dat doen we zo. Hoppa. Mooi langs de zijkanten. En dan pakken we nog een donkere eikenhouthek. En die maken we hier een mooi rijtje naar boven toe. Nou, kom. We even meewerken natuurlijk. Zo, op, op. Nice. Deze kant ook. 1, 2. Aan deze kant. 1, 2, 3. En de laatste kant gaat aan deze kant. Zo. Oké. Nu pakken we nog een houten valluik. En die plaatsen we hier tegen de zijkant aan. Van elk blok.
Nice. Oké. Okay. Hebben we dit gedaan? Dan gaan we met de tropische bladeren aan de onderkant. Maken hier een mooi rijtje. Boven bij de deur natuurlijk. Doe 1-1. En dit was het hele huis. Ik hoop dat je ervan genoten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef de blauwe duimpjes omhoog. Abonneer mijn kanaal als je het nog niet hebt gedaan. En dan zou ik zeggen, laters.